Yes, goedematen. Goedemorgen. Welkom bij een nieuwe video van Omen Woetroe op zijn weg van bodybuilder naar triatleet. Zijn de laatste periode even niet meer zoveel heel veel video's achter elkaar gekomen. Ik had natuurlijk beloofd om ongeveer één keer per week een leuke video te uploaden. Met mijn transitie erbij. Helaas loopt het een beetje anders dan verwacht. Ik had het graag willen doen. Januari, hele drukke maand. We zijn niet alleen bezig met het verbouwen van ons huis. We zijn ook verhuisd naar een tijdelijke woning. Omdat we een hele rigoureuze verbouwing aan het doen zijn. Dus ik laat jullie vandaag ook zien hoe de verbouwing tot nu toe gaat in ons echte huis. Daarnaast natuurlijk ook nog druk met die hele transformatie erbij. Veel trainen. Maar januari is ook een hele drukke maand in de fitnessbranche. En daar werk ik dus in. Ik zie al heel vaak voorbij komen van dat mensen denken dat ik alleen maar personal trainer ben. Dat ben ik niet. Dat doe ik er eigenlijk gewoon bij. Dus ik ben benieuwd wie van jullie kijkers al weet wat voor baan ik nou echt heb in de fitness. Dus laat het even weten in de comments. Als ik het goede antwoord ertussen zie komen, dan laat ik jullie zien in de volgende video wat ik voor mijn geld doe. Dus waar ik mijn geld mee verdien. Laat even weten in de comments wat jij denkt wat voor werk ik nou echt exact doe. Het is inmiddels 1 februari, dus de hele drukte van de januari maand is voorbij. Mensen met alle goede voornemens die willen gaan sporten, noem maar op. Hectische maand, moet goed gescoord worden. Dus deze maand is weer even voorbij. We zijn natuurlijk ook op skivakantie geweest, ook dat is er nog tussendoor gekomen. Dus druk. Dus nu gaan we weer lekker vloggen, video's maken en neem ik jullie mee in deze reis van bodybuilder naar triatleet. Die natuurlijk in volle gang is. Hè. Nog 20 weken tot 28 juni dat die wedstrijd is. 16 mei heb ik mijn testwedstrijd. Dan doe ik een kwart afstand. Dus we gaan kijken van hoe dat gaat. Net wakker. Vandaag staat op het programma een training met een volger. Een moeder van Justin heeft hem dat cadeau gedaan. Dus daar ga ik zo meteen heen naar Big Gym. Gaan we een trainingje doen. Dat ga ik niet helemaal op de video laten zien. We gaan zwemmen vandaag. Ik neem jullie dus mee in onze verbouwing van ons huis. En we gaan kijken wat er nog meer op deze video kan. Dus we gaan nu lekker eten. Mega veel honger. Ik laat jullie even een kleine status-update zien. Misschien is dat wel grappig. Ik merk aan mezelf wel van dat het gewicht nou nog niet heel erg schrikbarend omlaag is gegaan. Alleen mijn fysiek, van hoe het eruit ziet, vind ik zeker van wel. Dus even checken. Kijk, zit er geen barst in mijn scherm, dat is gewoon een spiegel. Opgebouwd in vierkantjes. Kijk, ik ben niet meer zo heel vol als dat ik was. De definitie is nog wel aardig. Gisteren ook een fotoshootje gehad. Dus daar heb ik een klein beetje weer even op mijn voeding gelet. Maar goed, dat was ook niet zo rigoureus. Maar dat valt op zich wel allemaal mee nog. Wat minder opgepompt. Dat is het enige. Ik doe eigenlijk nog maar één keer per week krachttraining. Dat is met Robert en voor de rest wat spierversterkende oefeningetjes, core stability trainingen en heel veel cardio dus. De wastas, omdat we hier geen wasmachine hebben, kunnen we bij schoonmoeders de was doen. Helemaal top. Zo, we zitten aan de keukentafel lekker met een bakje koffie erbij. Heeft Esmee lekker klaargezet voor mij. Heb ik er. Ik krijg dus heel vaak de opmerking dat ik van die dad jokes maak. Ook laatst weer, via de DM of op werk zeggen ze dat ook. Dus ik ben even gaan opzoeken van wat nou de betekenis is, want ik wist dat helemaal niet. Hier, een dad joke. Een papagrap is een korte grap. Meestal een woordspeling gepresenteerd als een one-liner of een vraag en antwoord, maar geen verhaal. Nou, dat klopt wel met de grappen die ik altijd vertel. Nu schoot mij er gisteren nog eentje te binnen. Toen zei iemand op werk van, ik heb net een mailtje gestuurd. Toen opeens, toen kwam er opeens een rateltje in mijn hoofd. Althans, een rateltje, een korte one-liner, vraag, antwoord, dad joke. Dus ik zei het wel tegen mijn collega Leandro. Hoe heet het wanneer je een vrouw een e-mail stuurt? Laat even weten in de comments. Ik kom hier op het einde van de video op terug. Eens kijken of jullie het goed hebben. Ik ben heel nieuwsgierig. Oké, even over weer op het serieuze van vandaag. Ik train natuurlijk echt heel erg hard. Veel harder vind ik in vergelijking tot mijn krachttraining. Wat ik voorheen deed. En dat merk ik ook wel terug in mijn herstel. Ik herstel wel een stuk minder snel dan dat ik voorheen doe. Ook omdat je natuurlijk steeds elke dag weer traint. Soms zelfs 2 keer per dag. Zwemmen, hardlopen en fietsen. Verschillende afstanden. Korte afstanden, intensieve afstanden. Hoge hartslag, lage hartslag. Hoge wattage, lage wattage op de fiets. Noem het maar op. En dat, dat zie je eigenlijk heel erg goed terug in het horloge ook. Die houdt bij in vergelijking met jouw slaap. Hoe jij herstelt. Vorige week toen
Na het skiën, toen had ik natuurlijk een hele poos geen cardio gedaan. Dan merk je dat je lichaam weer een beetje herstelt, dus niet meer zo oververmoeid is. Dus ik begon daar toen ook echt bij, ik weet niet of je het kan zien. Hij geeft hier dan aan of je onderbelast bent, overbelast, productief bent, noem maar op. Al die verschillende fases. Toen gaf hij bij mij aan onderbelast. En ik voelde me toen ik weer ging trainen echt helemaal topfit. En dan zie je hem langzaam oplopen naar productief of overbelast. Ik hoop dat jullie dat kunnen zien. Dus hoe meer jij traint, hoe minder jij rust hebt, hoe meer die zeg maar naar die overbelasting toe gaat. Dat was die gisteren echt, was die helemaal rond. Echt helemaal overbelast tot top. En nu heb ik dan een dag niet getraind omdat ik gisteren zo mega druk was. En nu staat hij weer op productief en dat merk ik ook helemaal in mijn lijf. Dus weer helemaal, helemaal fit en ready. Dus we gaan zo meteen een krachttrainingje doen met Justin, die jongen die jarig is, wat ik net vertelde. En daarna gaan we weer lekker zwemmen. En dan staat er morgen ook weer een afstandje hardlopen op het programma. Dus dat is helemaal top. Nu eerst even lekker eten. Gaan even kijken waar Esmee mee bezig is in de auto. Waar Esmee mee bezig is in de keuken. Kijken of dat wel goed gaat. Kijk eens. Bruin gebakken pistoletjes. Goudbruin gebakken pistoletjes. Spiegeleitje met kaas. Lekker zeg. Kijk eens, alle supplementjes hier op een bordje. Ik neem dus nu natuurlijk al die supplementjes, vitamine en mineralen. Ter bevordering van mijn afweersysteem. Ook omdat je veel sport, moet je veel herstellen. Kost veel energie voor het lichaam. Dus soms moet je wat supplementen erbij nemen bij je dagelijkse voeding. Om het aan te vullen. Ik ga nu lekker eten. Mello lag bijna in de houtgreep. Nekklem. Hoppakee. Oh. Ja, dit doen ze dus wel heel erg speels. Hè? Dus zonder nageltjes en zo. Lekker met elkaar stoeien. Kijk eens. Komt er weer eentje hoor. De een zit onder de haren van de ander. Kijk eens. Je bent helemaal wit. Kijk dan. Floki. Je zit onder de haren van Mello. Yes, we komen net terug vanuit Zwolle met Justin getraind. Zoals gezegd, voor zijn verjaardag hebben we niet echt heel veel beelden van gemaakt, maar gewoon even lekker getraind. We willen nu even meenemen in ons huis. Ons huis ligt helemaal in puin. Het wordt helemaal verbouwd. We wonen er nu al 3 jaar inmiddels en het wordt nu toch wel eens een keertje tijd om het ons wat meer eigen te maken. Het was een redelijk instapklaar huis, dus dat was top, want we zijn niet echt van die verbouwers of handige mensen. Althans, laat ik voor mezelf spreken, ik ben totaal niet handig, ik heb gewoon 2 linkerhanden, ik ben ook links. Dus we hebben nu lekker onder handen laten nemen en vanaf maart dan kunnen we er weer in. Ook een hele mooie nieuwe keuken erin met een kookeiland, dus koken met oma Woetroe gaat weer terugkomen. In een wat betere setting dan eerst. Met zo'n kookeiland kan je natuurlijk lekker die camerapositie goed voorzetten, zodat je lekker kan koken zonder dat je zit te kloten met die cameraposities. Dus daar heb ik ook wel weer zin in om dat weer lekker op te gaan pakken en met leuke nieuwe simpele gerechten voor jullie te gaan komen. Dus ik ga jullie nu eventjes meenemen in ons huis, hoe het er nu voor staat. Zijn al wat dingetjes gedaan, heel veel afgebroken. En nu gaat het allemaal wat trager, omdat het wat handelingen gedaan worden. Van elektricien die komt langs, het wordt gestuukt, geschilderd. Dus dat zijn dingen die allemaal wat langer tijd nodig hebben en wat klein verschil maken. Maar goed, straks komt een nieuwe keuken, een nieuwe badkamer, etcetera. Dus ik ben heel erg nieuwsgierig. In ieder geval nog een maand. Maand zitten we ook op een andere plek. Ik zit te wachten op Esmee. Dan gaan we even kijken in het huis. Dus ik zie jullie zo meteen. Zo, dat is op. We zijn hier bij onze status-update van de verbouwing van ons huis. We zijn inmiddels een maand verder. We hebben ongeveer nog een maand te gaan voordat alles verbouwd is bij ons thuis. Ik ben heel nieuwsgierig naar de status-update tot op heden, want er gaan echt heel veel dingen veranderen in ons huis. Kom, we gaan even kijken. Het begint al hier. We hebben de hele vloer is helemaal eruit gehaald. Vloerverwarming erin, nieuwe cementlaag erin gezet. Dat is niet het enige, want we doen nog veel meer hier. Zoals gezegd, we wonen hier nu ongeveer 3 jaar en het wordt nu een beetje tijd eigenlijk om alles te verbouwen. We hebben in ieder geval al de nieuwe toilet erin zitten. Het Franse toilet. Dus lekker gehurkt. Ga je in het gat zitten en dan wordt het om de zoveel keer wordt het gat leeggehaald en dan kan je weer poepen. Nou, dit is dus de hal.
vloerverwarming erin, hier de hele installatie erin, om dat allemaal te regelen van de vloerverwarming. Vraag me niet om een technische uitleg, want ik ben niet technisch. SME is aan de andere kant van de camera. Hij werd weer bezig. Ja. Hier komen we in onze woonkamer. Die wordt ook verbouwd. Verlaagd plafond. We hebben dus een verlaagd plafond gaan doen. Hoeveel centimeter wordt er ook weer verlaagd? 12 centimeter voor de spotjes. En dan komen er ook nog allemaal spotjes in. Esmee, die was eerst een beetje benauwd geworden. Omdat het heel erg klein hoogte, maar het valt in principe wel allemaal mee. Vensterbanken zijn allemaal weggehaald, zodat de ruimte van de kamer ook een stuk groter lijkt. Ook hier allemaal vloerverwarming. De mooiste veranderingen vinden toch wel plaats aan de andere zijde. Voorheen hadden we twee achterdeuren, omdat deze muur ook helemaal vroeger was doorgetrokken. Dus je had een aparte keuken, aparte woonkamer en dan twee achterdeuren. Nou, dat hebben we helemaal uitgehaald. Nu een hele mooie openstaande deur hebben we erin gezet. En een mooi raam in tegenstelling tot een achterdeur. Hier komt onze hele nieuwe keuken, waar binnenkort ook nieuwe video's van koken met allemaal hoed voor komen. Met hier een heel mooi kookeiland. Zodat je ook een beetje op sociaal vlak, wanneer je aan het koken bent en je hebt gast in huis, dat je toch een lekkere interactie hebt zo met elkaar. Ik zit al helemaal voor me, zo'n pannetje zo, pannenkoeken zo, luchten en zo, eitjes kloppen, omeletjes maken, noem maar op. En dit wordt een hele mooie nieuwe keuken. Bijzonder veel zin in om te kijken hoe dat eruit ziet. En boven gaan we nog veranderen natuurlijk, want daar komt een nieuwe badkamer. Kom mee. Kijk, alle spullen liggen hier al voor de badkamer. Die zijn allemaal vast geleverd. En hier komt de nieuwe badkamer dan. We hadden hier eerst ook een bad staan. Dat is allemaal weggehaald. Ik ben heel nieuwsgierig om een maand te gaan. Dan maandje vertoeven in een andere plek. Maar het komt wel allemaal gouder. Heel nieuwsgierig. Dat eventjes een tour door ons huis en puin. Mijn trainingen staan allemaal hier in Training Speaks. Tom Oosterdijk, mijn coach, die zet dit er allemaal in. Kijk eens, nog 21 weken te gaan tot Ironman. Dat training erin. Kijk maar, dat is eigenlijk van gisteren, maar gisteren had ik echt niet veel tijd, dus ik heb het nu ingehaald. Ik zet hier mijn training in. Mijn duur, afstand, average pace, dus de snelheid die ik moet hebben ongeveer. En hier staat het hele trainingsprogramma in. Deze training heet ook wel de 100s en de 400s. Komt erop neer. 400 meter hard, 400 meter steady. En 200 meter stijl, dat twee blokjes na de warming-up van 200 meter. En daarna nog afgesloten met een cooling-down, is het totaal 2300 meter. Helemaal top. Dan heb ik ook nog Strava voor mijn Strava-vrienden, die kunnen hier ook allemaal volgen. Mijn horloge van Polar update dat automatisch hierin. Het werkt eigenlijk als een soort van Facebook eigenlijk. Dan heb ik ook allemaal volgers hier op Strava, een soort van Facebook. Kan je gewoon je trainingen uploaden automatisch. Dan geeft hij daar ook. De afstand in weer, je tempo, de duur, je hartslag, je calorieën, alles eigenlijk. Dus zo blijf je connected. Kijk, hier als je soms herstellen met een lekker shake erbij voor de eiwitjes. En chocomelletje voor de snelle suikers. Helemaal top. Dat was echt best weer gedaan. Twee keer getraind vandaag. Beetje kracht gedaan. Dat doe ik eigenlijk nog maar twee keer in de week. Maximaal, eigenlijk alleen maar één keer in de week. Standaard met Robert nog eventjes op de maandagavond. Voor de rest is het alleen maar cardio. We zijn het voor niks, cardio man. Oké, we gaan nu even lekker die eiwitten tot ons nemen. En dan gaan we lekker naar huis. Maar blijf kijken, want er komt nog meer. Nou, lange dag gehad. Geen zin om te koken. Dus er is een goed alternatief. De Indo. Kijk eens wat lekker. Kip van pittig en zoet. Met rijst en groenten erbij. Helemaal lekker.
In de orde ben ik begonnen om een beetje meer op mijn eten te letten. Ook omdat ik hoop van dat ik iets meer ga afvallen dan dat ik nu heb gedaan. Nu is het echt minimaal. Het voordeel van als ik wat zal afvallen is dat ik wat lichtvoetiger word. Dus dat het hardlopen, fietsen en zwemmen allemaal ietsje makkelijker wordt. Je moet ook weer niet extreem veel afvallen, want dat kost natuurlijk ook weer heel veel energie. En ja, je energielevel wordt ook niet helemaal aangevuld als je natuurlijk heel erg laag in je koolhydraten, vetten en calorieën gaat zitten. Want die calorieën heb je natuurlijk ook nodig om inspanningen te kunnen doen. Dus ik hoop wel gaandeweg 28 juni dat ik wat meer kilo's kwijtraak. Ik hoop dat ik ergens zo net onder de 90 kilo weeg. Gaat mijn hartslag ook wat minder hoog wanneer ik aan het hardlopen ben. Dus dan zit ik weer langer in mijn vetverbrandingsfase. Zit ik weer wat langer in mijn vetverbrandingszone. In plaats van mijn koolhydraatzone waar je maar een uur in kan zitten. Vetverbrandingszone kan je wel wat langer in zitten. Dus dat scheelt ook weer veel energie. We gaan de komende periode een beetje meer letten op het eten. Dat ik net genoeg eet, dat ik mijn activiteiten kan doen. En dat ik ook wel weer voldoende herstel. Dus minder vette zooi. Had ook naar de McDonald's kunnen gaan. Doen we niet. We gaan gewoon lekker naar de Indo. Haal ik ook gewoon goed mijn voedingsstoffen uit. En dan kunnen we weer lekker herstellen vanavond. Morgen staat op het programma hardlopen. Volgens mij 15 kilometer. Dus dat gaan we morgenochtend eventjes doen. Morgen neem ik jullie ook nog eventjes mee in deze video. En dan gaan we hem afsluiten. Dus blijf vooral kijken. Ik zie jullie vanmorgen. Goed lekker. Rise and shine, bitches. Zo, we zijn weer aangekomen bij het laatste gedeelte van deze video. Ik had gezegd dat het hardlopen op de planning staat. Dat staat het niet. We gaan fietsen. Dat had ik eigenlijk gisteren moeten doen. Ik probeer eigenlijk altijd te kijken van wat het beste uitkomt, ook voor de rest van de week. Dus daarom ga ik morgen hardlopen. Dat kan ik morgen heel goed vanuit mijn werk doen. Ik heb een heel erg lekker parcoursje om te gaan hardlopen. Dus nu ga ik lekker fietsen. Ik moet zo meteen ook door naar een verjaardag lunch van iemand. Dus het is, qua planning is het ook eventjes heel anders ten opzichte van krachttraining. Want dan ga je gewoon lekker naar de gym wanneer je wilt. Standaard even een uurtje of anderhalf uur max even lekker pompen. Maar hier moet je toch vaak wat meer tijd voor uittrekken. Je moet even een goede locatie hebben om te kunnen hardlopen. Dat had ik, wat heb ik bij bij ons echte huis wel. Alleen hier waar we nu zitten niet. Dus dat is wat lastiger om naar een goede plek te gaan om te gaan hardlopen. Dus dat gaan we morgen lekker doen. En dan dinsdag weer zwemmen. En zo kijk ik eigenlijk voor de hele week wat logistiek het makkelijkste uitkomt met mijn planning. Welke onderdeel ik van de triathlon kan doen. Op welke dag, op welk moment, wanneer ik twee keer per dag kan trainen, wanneer ik één keer per dag kan trainen. Dus dat vergt best wat planning. Lekker uitgeslapen nu, zondag, uitgeslapen tot ongeveer 9:30. Snel voor wat koffie naar binnen gewerkt, stappen we zo op die fiets. Gaan we voor anderhalf uur lekker fietsen. Gewoon een normaal tempo. En dan ben ik benieuwd wat er voor komende week door Tom op de planning staat in mijn Training Speaks. Net eventjes de video al een beetje geëdit. Ik ben vast lekker bezig geweest met de edit. Nou, dit hebben jullie inmiddels al gezien. Dit heb ik net even in elkaar gezet. En dan gaan we nu op het fietsje stappen. Laat ik jullie nog even zien hoe dat Swift werkt. Want dat is ook wel heel erg grappig. Mijn fietsprogramma. Dus dan gaan we mee aan de slag. Stap op het fietsje. Let's go. Zo, welkom in mijn fitnessstudio. Kijk, hier staat hij op de kikker. Het is aangesloten met een Bluetooth verbinding op Swift. Kijk. Maatstafmeter is connected en de kikker is connected. De kikker die is aangesloten dus door middel van een Bluetooth verbinding met Swift. En wanneer ik bergopwaarts of bergafwaarts ga, dan regelt dit automatisch de zwaarte van de trappen. Dus bergafwaarts is lichter, bergopwaarts is die zwaarder. Dus zo heb ik lekker mijn strakke pakje aan. No shame at all. Hartslag, metertje om. Cosmodeert dan weer ook weer met de Swift. Hoeveel calorieën ik verbrand, hoe mijn hartslag is, etc. Waar ik dan ook op kan fietsen. Dit is dan Swift. Kan je ook je eigen trainingen maken of kiezen. Ja, Tom zet hier eigenlijk altijd mijn trainingen in. Nou, nu kies ik gewoon om een rondje lekker te gaan fietsen. Kijken, kan je kiezen uit de verschillende routes van die je kan nemen. Ik pak vaak altijd. Lekker flat road, gewoon even lekker uit te fietsen. Klik je die aan. Dan zie je de route waarmee je een beetje gaat fietsen. Kan in allerlei verschillende steden zijn, heel grappig. Druk je op oké.
En dan druk je op ride. En dan kom je in de wereld terecht. Waarin je dan ook met andere mensen kan fietsen. Kijk eens, wat een drukte op de weg. Dat is niet normaal. Je ziet allemaal mensen uit allerlei verschillende landen waarmee je kan fietsen. Via de app. Via de app op mijn telefoon kan je zelfs ook met elkaar chatten, elkaar duimpjes geven, noem maar op allemaal. Je kan tijdens het fietsen punten winnen, zodat je weer iets leuks kan kopen voor je fiets. Dat hij er leuker uitziet op het beeldscherm, leuke pakkie, verlichting, noem maar op. Dit is Gran Turismo volgens mij, waar wij ook weer allerlei nieuwe gadgets kan kopen voor je auto. Dat kan net zo goed hier ook. Ik ga mijn schoentjes eventjes aantrekken. En dan stap op deze mooie gouden fiets. En dan gaan we lekker fietsen. Flat parcours aan het doen, dus zonder veel heuvels. Maar in het ritje komt om de 5 kilometer nog een korte sprint naar voren. Dus zo hoog mogelijk de wattage moet gaan sprinten om de toptijd neer te zetten. Ik heb nu de 139ste tijd van de bijna 4100 mensen die nu hebben meegedaan. Dus dat is best redelijk. Kijken of we dit nu kunnen verbeteren. Klein stukje. Het is toch wel leuk met dat competitief er nog in. Dat je jezelf kan uitdagen en dat je een ander op de weg fietst. Zelfs in mijn cardio trainingen komt toch een beetje dat competitieve naar voren. Wat ik altijd met krachtsport had. Meer competitie tegen mezelf. Steeds sterker en beter te worden. Oké, zijn we bijna. En zo meteen een bochtje om. En dan is een klein aanloopje. En dan is volgens mij nog geen 250 meter sprintje. Kijk al die mensen op de weg. Je kan elkaar overigens niet aanrijden. Dat is geen GTA of zo. Dat je elkaars fiets kan stelen. Okay. Zware versnelling. Even eens aanzetten. En, kijk eens. Even procent sneller dan de vorige ritjes. Zo. Oh, nu zijn mijn tenen komen. Nu even rustig uitfietsen. En zo gaan we door. De trein zit erop. Helemaal kapot gezweet. Ik ga het snel. Maar eerst eventjes het programma afsluiten en zie je ook meteen de waardes van je training. En dat upload ik dan meteen door naar de Strava, wat ik gisteren liet zien. Dus dat zie je meteen mijn Strava maten van wat ik vandaag heb gedaan. Dus kijk, dat werkt dus zo. Kijk, ik ben nu dus afgestapt, sta stil. En nu zie je allemaal statistiekjes. Android, Brekertie en resultaten. Kijk, ik heb 9 duimpjes gekregen van voorbijgangers, of als die ik voorbij heb gegaan. 828 calorieën verbrand. Staat gelijk in 2,9 pizza slices. 1 uur 18 minuten, 45,1 kilometer. Druk je op oké. Save exit. Dan upload je dit meteen naar de Strava. Kijk, dat kun je dus dan het Strava'tje aan. Dan zie je hier mijn stuk wat ik heb gefietst. In Richmond. Nu zal douchen, want we moeten door. Tot zometeen bij het einde van deze video. Ja, zijn we aangekomen bij de afsluiting van deze video. Maar niet zonder dat ik antwoord geef op mijn dead joke grap. Die ik aan het begin van deze video heb gezegd. Wellicht hebben jullie al het goede antwoord gegeven in de comments. Maar ik zal hem nog eventjes geven hier. De grap was dus. Hoe noem je
een e-mail die je aan een vrouw verstuurt. Komt-ie? Female. Nou jongens, dit was het einde van de video. We sluiten deze video af met een lach. En ik zie jullie weer bij de volgende video. Laat even weten in de comments wat jullie nog allemaal meer willen zien. Geef even een blauw duimpje omhoog voor de support van dit kanaal. Vergeet niet te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Klik even op die subscriber knop. Dan gaan we van langzaam richting die 30.000 abonnees toe. Dat lijkt me wel een mooie mijlpaal weer eventjes. En we gaan weer lekker door met video's maken. Dus ik zie jullie bij de volgende. Groei lekker. Cardio lekker.